Wil je dat dit apparaat werkt? Dus wat ik nu doe, is wat water uit de badkuip laten lopen en daarna ga ik het nog een keer proberen. Wat ook essentieel is, ook al zit je in bad, dat je bedenkt dat dit materiaal bedoeld is voor distributie op internet. En daarom is het belangrijk dat enkele delen niet duidelijk in beeld komen. Zoals je ziet heb ik daarom een BH aan die de kleur matcht van mijn gitaar om niet zeg maar uit de... In ieder geval, het past mooi bij elkaar, hè? Ja. Zoals u ziet, is het project geslaagd. En mits men de sterke straal van de douchekop gebruikt, is dit voldoende om het instrument aan te drijven. Het enige wat er nog schort aan deze installatie is echter de aandrijving. Het touw lijkt niet helemaal geschikt te zijn voor dergelijke klusjes. Thank you.
wensen nog wel materiaal. Hier en daar nog wat aan de wensen overlaat, verklaar ik dit experiment een grandioos succes. Dit prototype zorgt ervoor dat u, terwijl u een bad neemt, terwijl u aan het douchen bent, muziek kan spelen. En dit is iets wat u eerder niet zou kunnen. Een van de nevenontdekkingen die ik heb gedaan bij dit proces is dat houtlijm niet waterbestendig is. Zorg daarom dus dat u uw constructie altijd goed verstevigt. En dan kan er vrijwel niks fout gaan. Dus ik kan concluderen dat mijn calculaties correct zijn geweest en dat deze machine dus werkt. Met de daar gelaten schoonheidsfoutjes en minieme schoonheidsfoutjes en kinderziektes daar gelaten is dit nogmaals een grandioos succes. Mijn naam is Ilia Scherer. Ik hoop dat u er weer bij bent bij mijn volgende experiment. En ik zie u snel. En ik geloof dat ik nu mijn haar moet gaan uitwassen.